Deze tweet, dus een uh, zelfportret zoals je ziet, uh, verstuurde Saatchi Gallery in 2017 naar maar liefst 2 miljoen volgers. En even voor, in 2012, was ik conducteur geworden. Niet omdat ik dat nou, nou zo graag wilde, maar het was midden in de crisis en ik wilde heel graag een andere baan. En uh, nou ja, ik kan op dit eerdere zelfportret wel zien dat ik me niet gelijk met mijn nieuwe functie identificeerde. Verstopte nog een beetje. Maar dat is later helemaal goed gekomen. Want uh, al in de opleiding bleek het gewoon een ontzettend leuke baan. Hè. Je staat echt midden in de maatschappij. En bovendien kreeg ik een hele nieuwe visuele wereld bij. Want als reiziger kan je alleen maar aan de zijkant van de trein naar buiten kijken. En als je conducteur bent of machinist, dan heb je toegang tot de uh, cabines. En uh, heb je er gewoon een heel verborgen spoorlandschap eigenlijk bij? Dus uh, wat ik al snel deed, is gewoon met de smartphone die we van werk krijgen, is uh, snapshots maken van dat uh, spoorlandschap. Dit is één zo'n snapshot. Dit is uh, het opstelterrein in Hoofddorp. En daar begin en eindig ik mijn diensten altijd. Ja, ik vind zelf als je naar die lijnen kijkt, die je helemaal mee de diepte innemen, vind ik dat een prachtig gezicht. Vaak heb je nog een, uh, een soort van web van bovenleiding boven je. En het is eigenlijk elke keer heel anders. Um, omdat je net een andere positie inneemt. Of omdat het licht anders valt. Of zelfs hier dat het, dat het weer gewoon anders is. Uh, deze sneeuwfoto heb ik gemaakt bij het uh, Naar de Meer. Nou, je kan je voorstellen dat het echt magisch is om uh, met de trein door een, uh, een, uh, een heel verstild landschap te rijden. Uh, ik fotografeer vanuit de cabine, dus alles wat zich op de cabineruit bevindt, dat krijgt ook een plek op de foto. En hier zie je de spoorbrug bij Weesp en de regen die op de ruit zit, die vertekent alle lijnen van die uh, spoorbrug. Werken bij uh, NS, dat betekent dat je meedoet aan een 24-uursmaatschappij. Dus als ik om 4 uur ochtends mijn bed uit moet om uh, te beginnen met werken, dan sta ik niet echt te jubelen. Maar als je dan eenmaal op de trein bent en de, de lucht die kleurt, helemaal roze en oranje, omdat de zon opkomt. En je rijdt dan ook nog door de mist, dan krijg je dit soort cadeautjes. Prachtig plaatje. En ik heb van deze brug, dus de Zandhazenbrug, een uh, fotosequentie gemaakt. Die zie je hier. En daarin kan je eigenlijk goed zien hoe snel zo'n foto gemaakt is. Hè? De trein rijdt met 140 km per uur de brug onderdoor. En in dezelfde tijd heb ik 12 foto's gemaakt. Dus het is echt een uh, paar seconden per foto. Um, van 2012 tot 2017 heb ik bijna alleen maar zwart-wit foto's gemaakt. En dat zijn er een paar duizend. En um, al die foto's heb ik altijd voorzien van een titel. En die titel bestaat ook altijd uit de datum, het tijdstip, het baanvak, eh, treinstelnummer, eh, locatie en het treinserienummer. En zo'n 700 van die zwart-wit-foto's zijn terechtgekomen in dit boek. Station to Station to Station. En dat kwam in 2017 uit. En nou, dat boek is eigenlijk echt ontzettend goed ontvangen. Uh, zo publiceerde Vrij Nederland uh, tien pagina's met spoorfoto's. En uh, dat zie je hier zo. Uh, ik mocht aanschrijven bij uh, VP Roos Nood Meer Slapen. Bij BNR Nieuwsradio. En bij Opium op Vier. Uh, er kwam een artikel in uh, Leids Dagblad, in Shutter Photo Magazine en uh, in Dagblad Metro. En Metro die ging ook mee de trein op om een video-item te maken voor hun eigen sociale media. En uh, uh, de Nederlandse Spoorwegen deden dat trouwens ook. En bovendien mocht ik uh, exposeren in het District Museum of Toruń. Toruń dat ligt in Polen en dat is de zusterstad van Leiden. En... Uh, deze foto's zijn daar gemaakt. Ik wilde deze graag laten zien. Omdat het, uh, nou ja, ik vind het echt schattig hoe zo'n klein jongetje zich aan het vergrapen is uh, bij die spoorfoto's. Mijn eigen werkgever NS reageerde ook heel enthousiast. Want die uh, plaatste een stuk in het uh, personeelsblad. En bovendien mocht ik mijn boekpresentatie houden in de Koninklijke Wachtkamer op Amsterdam Centraal. En daar is deze mooie rode lo loperfoto gemaakt. Uh, vind ik ook een mooie foto, maar vooral ook uh, vanwege het bonte gezelschap wat erop staat. En uh, bovendien kocht de raad van bestuur van NS vijf kunstwerken aan. Uh, die hangen dus nu op het hoofdkantoor in uh, Utrecht. Dit is een van die werken, dit is uh, een van de twee luiken. Dit is in het echt 1,40 bij 1 meter groot. En gevat in een uh, houten lijst. Het volgende werk wat je ziet, dat hangt nu op de kamer van de president-directeur, dat is Roger van Bokstel. De houten lijst is gemaakt door meubelmaker Frida van der Poel. Aan de zijkant zie je uh, zo'n titel ingestanst eigenlijk. En aan de voorzijde, dat zwarte knopje is een bewegingsmelder. Want dit werk is een, uh, uh, eigenlijk een dia-serie in loop. Dat ziet er dan zo uit. En die constante beweging die refereert er weer aan de uh, 24-uurse maatschappij waar ik het net over had. Dit is een SLT, een sprinter trein die uh, dus eindeloos rijdt over de Hupkesbrug bij Salbommel. Nou, sinds ongeveer een jaar uh, heb ik een andere functie gekregen. Ben ik machinist. en draag dit speeltje echt vol trots. Uh, machinist, dat noemen we bij NS ook wel meester, dus je mag hem ook meester Lenny noemen als je dat leuk vindt. En dat kon nog uit de tijd dat er stoker in de leer was bij de machinist die hij dan meester noemde. En uh, machinist is wel een veiligheidsfunctie, dat betekent dat ik niet overal meer mag uh, fotograferen. Maar dat kan wel bij stilstand, zoals bij deze foto op Amsterdam-Zuid. Smorgens vroeg in de regen, het is zo vroeg dat je nog geen reiziger ziet. En... Uh, nou, ja, zo ben ik dus van helemaal. Mijn werkgebied is dus veranderd van helemaal achterin de trein. Naar de trein zelf, natuurlijk als conducteur. En nu zit ik dus helemaal voorop voorste cabine. Dit is het ook bij stilste door trouwens, als ik aan het rijden ben, dan zie ik er natuurlijk wel anders uit. <laughs> en die voorste cabine met het prachtige uitzicht, dat noemen we bij NS ook het mooiste kantoor van Nederland. Dankjewel voor de aandacht.